Ik ben, moet ik heel even denken, 15, 16 jaar geleden ben ik begonnen bij een andere zaak, een poelierzaak. Dat werd dus uiteindelijk overgenomen door Kippie. Daar heb ik in principe daar een jaartje gewerkt en ze zochten altijd een franchise ondernemer. En mijn ouders dachten van, nou, dat lijkt ons wel leuk. En toen zijn we het eigenlijk met z'n drieën gaan doen. Maar ook in het achterhoofd van, nou, wij zetten hem op en dan kan zij hem overnemen. Mijn ouders hebben het gewoon in al die jaren gewoon echt heel erg goed opgebouwd. Ze zijn in een hele moeilijke tijd zijn ze begonnen. En als je nu ziet hoe het nu gaat, gaat het gewoon fantastisch. En waarom zou ik het veranderen als het goed gaat? Franchise ondernemen, dat betekent dat je heel veel steun krijgt. Als ik vragen heb over boekhouding, personeelszaken doen ze allemaal. Uitvoeringen ook qua toonbank en dergelijke. Eigenlijk in iedere vraag kan ik terecht. Je hebt gezamenlijke inkoop. Als je niet een gezamenlijke inkoop hebt met zoveel winkels, dan wordt de inkoop veel te duur en dan moet je de prijzen veel te hoog houden. Ja, dan ga je niet overleven in deze tijd. Onze winkel loopt gewoon ontzettend goed. Weet je, het is gewoon een hele bijzondere zaak. Je levert iets wat je niet ergens anders kan krijgen. Mensen gaan blij weg, komen weer blij terug. Ja, daar doe je het voor. Wij doen dit nu 15 jaar en ik ben nog nooit met tegenzin aan de werk. Kippie.